Het platform buurtaed.nl kijkt er gelijk even op. Van Philips en de Hartstichting is in de Haagse regio en ook in heel Nederland, moet ik erbij zeggen, een actie gestart om meer AED's beschikbaar te krijgen. Dat is belangrijk. Op dit moment zijn er namelijk nog te weinig openbaar toegankelijke en geregistreerde AED's. Dit belemmert onder andere snelle hulp bij een hartstilstand en dan heb je al direct de urgentie te pakken van dit alles. Met meer AED's in de buurt wordt de overlevingskans bij een hartstilstand buiten het ziekenhuis namelijk aanzienlijk vergroot. Aan de telefoon Tommy Dijsselbloem van Philips. Goedenavond. Goedenavond. Ja, techniek en zorg komen bij jullie tezamen. Kun je eens vertellen wat een AED precies doet? Absoluut. Dankjewel Martijn. Heel fijn dat we in jouw uitzending mogen aanschuiven. Een AED is een automatische externe defibrillator. Dat is een draagbaar toestel dat op een geautomatiseerde manier een elektrische schok toedient. Met als doel om een verstoord hartritme te herstellen. Nou, waarom is dat belangrijk? Uit onderzoek blijkt dat in Nederland meer AED's nodig zijn. En dan met name in woonwijken. Omdat jaarlijks ruim 15.000 mensen buiten het ziekenhuis getroffen worden door een hartstilstand. En de Hartstichting heeft gezien dat vooral in woonwijken nog te veel mensen onnodig overlijden als het gevolg van die hartstilstand. En via buurtaed.nl, een initiatief van Philips en de Hartstichting, kun je samen met je buren geld inzamelen om zo'n AED in jouw woonwijk beschikbaar te maken. En als wij een landelijk dekkend netwerk kunnen realiseren, dan kunnen daarmee jaarlijks zo'n 2500 levens worden gered. Ja, want volgens mij hangen er al ontzettend veel AED's in Nederland. Gaat het wat dat betreft, hè? En nooit genoeg, moet ik erbij zeggen. Dat is dan de kanttekening vanavond. Maar volgens mij gaat het wel de goede kant op. Hebben jullie een beetje een beeld hoeveel AED's er momenteel bijvoorbeeld hier in de Haagse regio hangen? Ja, dat hebben we. Ik heb dat natuurlijk even nagekeken. In de stad Den Haag zelf zijn op dit moment 63 AED's aangemeld. Dat zijn AED's die op een openbare toegankelijke plek hangen. En waar mensen dus 24 uur per dag, 7 dagen in de week gebruik van kunnen maken. Maar het is belangrijk om van Den Haag een 6-minuten zone te maken. En om een 6-minuten zone te maken zijn er nog 113 AED's meer nodig. Ja, nou dat zijn er best nog wel een heleboel, zeg. Daarvoor hebben jullie een heuse crowdfundingactie opgezet. Wat omvat dit? Ja, nou misschien als ik nog heel even kort mag toelichten op die 6-minuten-zone. We streven met de Hartstichting naar een landelijk dekkend netwerk van AED's. En met die 6-minuten-zone bedoelen wij dat dat de zone is waarin slachtoffers van een hartstilstand binnen de cruciale eerste 6 minuten van die hartstilstand kunnen worden gereanimeerd. En dat er een AED kan worden ingezet. En op die manier kunnen dus meer mensen overleven. En daarom hebben we dus buurtaed.nl gelanceerd. Dat hebben we gisteren gedaan. Dat is een crowdfunding platform. En dat betekent dat buurtbewoners samen met elkaar online geld kunnen inzamelen om zo'n AED aan te schaffen. En we hebben dan 2 pakketten. Die bestaat allebei uit de meest robuuste AED die wij vanuit Philips maken. Philips is wereldwijd marktleider op het gebied van AED. En door het maken en delen van een eigen actiepagina op buurtaed.nl kunnen mensen dus starten om zo'n AED ook bij hun in de buurt toegankelijk te maken. Via dat platform kun je dan ook zien wie er doneert in je buurt. Je houdt overzicht hoe ver je al bent en hoeveel geld er nog ingezameld moet worden. En Philips die doet ook de eerste bijdrage. Dus je maakt ook al direct een mooie start. Ja, want ik geloof dat de AED's best wel een beetje prijzig zijn. En ze zijn natuurlijk van letterlijk van levensbelang. Maar volgens mij moet je wel een paar duizend euro denken. Is dat ook in jullie geval zo? Wij bieden twee opties aan. Dat is een buurt-AED van 1499 euro. En een andere buurt-AED die heeft een iets andere vergrendeling van 1629 euro. Dus dat is inderdaad behoorlijk wat geld, maar zoals je zelf al aangeeft, het is absoluut van levensbelang dat de AED's beschikbaar zijn. En we hopen dus ook dat mensen samen met hun buren geld gaan inzamelen om van heel Nederland, maar zeker ook van Den Haag, een 6-minuten-zone te maken. Ja, en voor de goede orde, dat is dan waarschijnlijk een AED-kast waar je dan een code voor krijgt, een sms'je bijvoorbeeld met bijvoorbeeld hartveilig wonen, hè? Dat er echt gediplomeerde mensen zo'n AED mogen gaan ophalen.
Ja, absoluut. Op het moment dat iemand een hartstilstand heeft, bel je natuurlijk met 112. 112 doet dan razendsnel een oproep binnen een straal van 500 meter van de persoon met een hartstilstand via sms naar burgerhulpverleners in die omgeving. Die krijgen dan ook gelijk een sms'je met de dichtstbijzijnde AED die zij kunnen gebruiken. En daarmee zorgen we ervoor dat mensen binnen 6 minuten na het krijgen van een hartstilstand ook direct geholpen kunnen worden. En dat is heel belangrijk, want hoe goed de zorg in Nederland ook is geregeld, de gemiddelde aanrijdtijd van een ambulance is nog altijd gemiddeld 10 minuten. En daarom zijn we ook blij dat er zoveel burgerhulpverleners in het land zijn die in staat zijn om hun buren te helpen. Ja, je gaf net aan hè, dat er zeker nog ongeveer 100 AED's in onze Haagse regio noodzakelijk zijn om die 6 minuten te kunnen halen, die cruciale 6 minuten. In winkelcentra zie je ze over het algemeen wel hangen. Zijn dat dan echt nog de woonwijken, de vergeten gebieden? Ja, vergeten gebieden. Ik denk dat dat een mooi woord is. Kijk bijvoorbeeld bij mij in mijn eigen buurt, daar hangt er eentje bij de apotheek. En dat is natuurlijk fantastisch, maar dan hangt die binnen. En de apotheek is na 8 uur gesloten en in het weekend ook niet altijd open. Dus dan is er in de buurt wel een AED beschikbaar, maar die is niet 24 uur per dag, 7 dagen in de week toegankelijk. En dat is wel het doel van de AED's die mensen kunnen aanschaffen via buurtaed.nl. Ja, een actie dus van Philips en de Hartstichting. Jullie zijn onlangs gestart, heel recent nog met buurtaed.nl. Hoe zijn de eerste reacties al? Kunnen jullie er al iets meten van respons? Absoluut. De reacties zijn tot nu toe zeer positief. We hebben gisteren buurtaed.nl officieel gelanceerd in Wageningen. En er zijn die avond al direct 8 nieuwe actiepagina's aangemaakt van mensen in het hele land die dus zeggen wij willen zo'n AED ook bij ons in de buurt ophangen. Dat is ook nog wel een bijzonder verhaal gisteren in Wageningen. PSV-aanvoerder Marco van Ginkel heeft daar een AED geplaatst aan de gevel van de lokale dierenkliniek. En waarom is dat verhaal nou zo bijzonder? Wageningen is de woonplaats van Wim Rip. Wim is de videoanalist van PSV die vorig jaar december zelf een hartstilstand heeft gehad. Dat verhaal herinner jij je misschien ook nog wel. Dat was op 13 december tijdens de wedstrijd FC Groningen-PSV. Ja. En het geluk van Wim was dat hij in het stadion was waar een AED verhandeld was waarmee hij gereanimeerd kon worden. Uiteindelijk is hij naar het ziekenhuis gevoerd en is hij diezelfde avond nog geopereerd. Achteraf, en ik sprak Wim gisteren ook zelf, gaf Wim aan dat zijn dokter tegen hem zeiden dat zijn kans op overleven slechts 3-5% was. Maar mede dankzij het snelle ingrijpen van omstanders, mede dankzij de aanwezigheid van een AED, heeft hij het overleefd. Nou, je kunt je natuurlijk voorstellen dat zo'n incident grote indruk heeft gemaakt op het team en de staf en iedereen die bij die club betrokken is. En daarom hebben zij gisteren ook buurt-AED officieel met ons gelanceerd. Omdat ook zij de aandacht willen vestigen op het belang van openbaar toegankelijke AED's in de buurt. Ja, en de naam omvat het al, hè? Omschrijft het eigenlijk al, buurt-AED. Je kunt het met de hele buurt doen. En we hadden het net al een beetje over de kosten. Dat is voor een individu is dat misschien best wel pittig. Voor een bedrijf, een instelling ligt dat net even iets anders. Maar als je dat met een aantal straten doet en misschien met een hele wijk, dan is het behoorlijk te behappen. Dan doe je misschien allemaal een tientje of een euro in de pot. Is er nog een maximaal of minimum bedrag dat je echt moet doneren of mag je gewoon zelf bepalen wat je in die pot stopt? Nee, de buren doen het met elkaar. Wat men dus kan missen, en wellicht dat de ene buurman wat meer kan missen dan de andere buurvrouw of andersom. Maar het belangrijkste is dat je het met elkaar doet. Ja. Zodat je samen die buurt hartveilig maakt. En dat zou ook wat mij betreft de oproep aan jouw luisteraars zijn, Martijn. Ga naar buurtaed.nl. Kijk of er in jouw buurt toevallig al een crowdfundingactie is opgestart. Als dat zo is, kun je direct een donatie doen. Mocht er nog geen actie zijn opgestart, dan kun je zelf een actiepagina maken en beginnen om geld in te zamelen samen met je buur. En misschien tot slot nog een gek voorbeeld, maar stel nou dat een wijk echt alles op alles heeft gezet en die komt bijvoorbeeld maar tot 1200 euro. Hoe gaan jullie daar dan mee om? Nou, daar hebben we nog niet over nagedacht. Okay. Als dat voorbeeld zich zou voordoen, kunnen we daar natuurlijk altijd naar kijken. Maar tot nu toe zijn de reacties dusdanig positief dat we er alle vertrouwen in hebben dat de buurt dat met elkaar gaat regelen. Dus ook wat de dierenarts gisteren in Wageningen zei.
We zijn al 5 jaar bezig met het idee om een keer een AED op te hangen. De hartstilstand van Wim Rip, die een goede klant is van de dierenarts, omdat zijn hond daar ook onder behandeling staat, is ook echt een wake-up call geweest voor de dierenkliniek. En voor hen was het dus ook dat uiteindelijk de reden om met die actie mee te gaan doen. En je merkt eenmaal, als de actie loopt, zijn je buren zo enthousiast dat het ook al vrij snel tot een mooi resultaat kan leiden. Ja, en ik moet ook echt zeggen, Tommy, echt alle credits ook naar Philips, dat zij ook een organisatie als de Hartstichting, als bedrijf, als commerciële instelling, toch omarmen en deze actie op poten zetten. Echt alle lof en alle credits naar Philips in deze. Nou, laten we hopen dat Den Haag en omgeving zich massaal gaat aanmelden op buurtaed.nl. We hebben er meer dan 100 nodig. Laten we afspreken dat we elkaar gewoon over een halfjaartje nog eens een keertje bellen hier op Den Haag FM in dossier Masterbroek en dan kijken of we dat gered hebben. Ik zou zeggen, ontzettend veel succes met de actie. Laten we hopen dat er heel veel AED's hier in de regio worden opgehangen. Aan jullie ligt het niet. Ik hoop dat deze exposure een beetje mag bijdragen aan de goede zaak. Tommy Dijsselbloem van Philips, dankjewel. Dankjewel, Martijn. Tot 11 uur. Dossier Masterbroek op Den Haag FM. Den Haag.